Wie was er eerder? Het vraagteken of het uitroepteken? Nou, ik ga proberen in deze video die vraag te beantwoorden. Maar dan gaan we eerst helemaal terug naar een verschrikkelijke enge tijd. Een tijd zonder het alfabet. Een tijd zonder leestekens. In deze video wil ik een klein beetje praten over de geschiedenis van leestekens en dus ook het vraagteken en het uitroepteken. En uiteindelijk wil ik uitkomen bij de toekomst van leestekens. Ik heb toch vaak het gevoel als ik op het internet met andere mensen communiceer dat we toch vaak elkaar niet begrijpen. Heel veel zinnen werken zoveel beter als je ze uitspreekt. Dan kun je veel beter zien wat nou echt de gedachte is achter zo'n zin. Is het een vraag? Is het een normale zin? Of is het heel iets anders? Er zijn een aantal extra, veel minder bekende, nogal hipster leestekens. En ik heb het gevoel dat als jij en ik dit leesteken vanaf nu iedere dag gaan gebruiken, dan wordt het vanzelf een ding. Als maar genoeg mensen iets doen, wordt het vanzelf een ding. Een heel jammer voorbeeld. Overnieuw. Contaminatie van opnieuw en over. Oorspronkelijk was het gewoon keihard fout. Wat ben jij een sukkel? Maar ondertussen zeggen zoveel mensen overnieuw dat het gewoon langzamerhand steeds meer geaccepteerd wordt als gewoon een woord dat gemaakt is uit een fout. Net zoals uitprinten. Uitprinten is een heel normaal woord vandaag de dag. Terwijl je hebt printen en uitdraaien. Dat is een heel oud woord. Je hebt gewoon tegen elkaar gesmeten. Hoppakee, nieuwe woorden. In principe ontstaan er iedere dag nieuwe woorden. Maar die leestekens die we hebben, die komen opeens allemaal uit de middeleeuwen. Je hebt momenteel drie manieren om een zin af te sluiten. Een punt, een vraagteken en een uitroepteken. En als het aan mij ligt, hebben we er sowieso een stuk of 10. Maar we lopen een klein beetje voor op schema. Laten we het gaan naar het begin van taal. Toen taal begon, had je nog geen alfabet. Je had eigenlijk twee soorten manieren om te schrijven. Je had een logogram. En dan denk je, wat de fuck is dat? Nou, je schrijft door middel van plaatjes. Als je nog niet binnenkomt, wel eens gehoord van hiërogliefen. Ieder woord is gewoon een plaatje. Je flikkert gewoon al die plaatjes achter elkaar en je vormt een zin door middel van een heleboel woordjes te hebben. En dan moet je zelf maar een klein beetje in elkaar puzzelen hoe het werkt. In principe lijkt me dit best wel handig. En als je die plaatjes een beetje heel klein kan maken, kun je best wel veel informatie opschrijven eigenlijk. Het andere wat we hadden was een syllabisch schrift. En een syllabisch schrift is eigenlijk een schrift puur gebaseerd op lettergrepen. Je pakt gewoon klanken zoals ze zijn. En iedere klank en precies hoe die een beetje rijmt en klinkt aan alle kanten, geef je een bepaald symbooltje. En die pen je gewoon neer. Wat vroeger vooral een ding was, mensen praten gewoon met elkaar. We hadden al best wel monden en klanken die we konden maken. Als je daarover na gaat denken, dat is ook echt heel bijzonder. Dat onze mond die tong gewoon alle kanten opflikkert en dat daar zoveel klanken uitkomen dat we elkaar meestal op een redelijk hoog niveau kunnen begrijpen. Het is eigenlijk best wel vet dat wij als mensen op die manier zo uitgebreid kunnen communiceren. Je kijkt naar deze video, misschien snap je wat ik probeer te zeggen. Bonuspunten daarvoor. Eigenlijk had je dus twee soorten schriften. Je had gewoon plaatjes en klanken. En toen op een gegeven moment kwam het alfabet, maar het was het slechtste, onduidelijkste alfabet ooit. Dit alfabet had geen hoofdletters. Oké, dat is nog wel te doen. In principe, hoofdletters zien er mooi uit. Maar behalve dat, zijn hoofdletters echt nodig om elkaar te begrijpen? Het is handig dat je meteen plaatsnamen, normale namen, begin van een zin. Je herkent dingen makkelijker, maar zonder hoofdletters kunnen wij prima functioneren. Het oorspronkelijke alfabet had ook geen klinkers. Het rammelt aan alle kanten op dat punt. En verder hadden ze ook inderdaad geen punten. Maar misschien nog wel het allerbelangrijkste. Ze hadden geen spaties. Dus stel je even voor, als je nu gewoon even op je toetsenbord begint te rammen, dan alle klinkers eruit haalt. Dat is ongeveer hoe de eerste zinnen eruit hebben gezien. Of eigenlijk hele blokken tekst. Dus gewoon een en al medeklinkers achter elkaar pennen zonder punten en spaties. Dit was voornamelijk omdat je gewoon een soort slaafachtige monniken had. En die moesten gewoon opschrijven, die volgden eigenlijk gewoon gesprekken. Vandaag de dag heb je nog steeds bij een vergadering iemand die houdt de notulen bij. Meestal op een computer, dan typ je een beetje. Als mensen belangrijke dingen zeggen in een vergadering, dan typ je dat uit. Dat is eigenlijk een beetje het eerste geschrift rondom het alfabet. Je had gewoon een gast en die schreef gewoon de klanken op die hij hoorde. Werd gewoon één lang stuk tekst. En dat leest misschien niet lekker, maar als je het vervolgens weer opleest, dan snap je redelijk goed wat er aan de hand is.
Het hoeft ook niet per se heel duidelijk te zijn, want de eerste dingen die opgeschreven werden waren voornamelijk zakelijke dingen. Van hé, ik krijg nog geld van die gast en van die gast. En toentertijd kon je nog geen tikkie sturen. Dus was dat allemaal een heel stukje moeilijker. Ze wilden ook eigenlijk niet de woorden los van elkaar zetten, want toentertijd was papier was natuurlijk tantoe duur. Inkt is vandaag de dag nog steeds verschrikkelijk duur. Fucking printers. Dus eigenlijk puur om ruimte te besparen, knalden ze gewoon alle woorden achter elkaar. Toen op een gegeven moment is geloof ik, ik moet zeggen, deze geschiedenis is een beetje moeilijk te vinden, zelfs op Wikipedia en zo. Op een gegeven moment zijn ze begonnen met tussen ieder woord een klein puntje zetten. Gewoon tak, 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 tak. Dan kun je heel mooi tak, 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 tak zien hoe een zin werkt. Toen op een gegeven moment hebben die puntjes weggehaald en gewoon aan het einde van een zin, tak, daar nog eventjes een punt. En ik geloof dat je vroeger ook een kleine punt had en een hele grote punt. Een hele grote punt was dan aan het einde van een hoofdstuk en een kleine punt aan het einde van een zin. En dat is eigenlijk hoe we terecht zijn gekomen bij ons allereerste leesteken, de punt. Wat ook nog eens het meest veel gebruikte leesteken is, natuurlijk. Ik geloof dat 50% van alle leestekens in de gemiddelde taal zijn een punt. Nu gaan we natuurlijk door naar de andere twee leestekens die we hebben om een zin mee af te sluiten. Vraagteken, uitroepteken. En dit is heel logisch, maar ik heb het gevoel alsof niet iedereen er zo naar gekeken heeft. Snap je dat een uitroepteken en een vraagteken eigenlijk gewoon een luxe punt zijn? In principe, je pakt een punt, zet er een streep boven, boom, uitroepteken. Je pakt een punt, zet er een kriebel boven, hartstikke idee, je hebt een vraagteken. Er is een reden dat er een punt staat onder het uitroepteken en een vraagteken. Het is gewoon een punt, maar dan beter. Ik geloof wat ik heb kunnen vinden ongeveer, helemaal de geschiedenismensen waren hiermee bezig, dat het vraagteken is ongeveer begonnen in het jaar 781. Een of andere filosoof die wilde graag boeken schrijven. En hij had zoiets van, ja, het is zo onhandig dat je niet ziet wanneer iets een vraag is. Dus hij maakte een soort bliksemschichtje. En dat was eigenlijk meer een beetje een verandering van stemgeluid aan te geven. Van, hoe zit dat eigenlijk? En heel veel mensen waren daar best wel enthousiast over. Van ja, ja, best wel handig. Eigenlijk is de geschiedenis van het uitroepteken nog veel leuker. Ik heb echt precies niet kunnen vinden waar het begonnen is. Dus wie was er eerder, ligt een beetje in het midden. De middeleeuwen namelijk. Het uitroepteken is ergens gekomen tussen jaar 500 en jaar 1500. De middeleeuwen. Ergens daartussen tussen 500 en 1500 is een keer het uitroepteken gekomen. En het uitroepteken heeft misschien wel een leuke geschiedenis. Het was namelijk eerst een woord. Het woord I-O. Letter I en dan de letter O. Dat is Latijn voor vreugde. Een soort hoera! Dus wat ze deden is, je had een zin die heel erg vol vreugde zat. En dan sturen we alle vluchtelingen terug naar hun eigen land. Hoera! En dan was eigenlijk iedere zin eindigde als er enthousiasme was met I-O. Toen op een gegeven moment hebben ze gezegd, weet je wat, die I die schuiven we een stukje omhoog, dan schuiven we de O eronder. Eigenlijk is die dus niet van de punt gekomen. En die O, eerst waren ze gewoon, ja, even groot, kijk, dit is niet handig, kijk dit teken. En toen op een gegeven moment hebben ze die O kleiner, kleiner, kleiner en kleiner gemaakt, tot de punt die we vandaag de dag kennen. Wat best wel geinig is deze I-O is eigenlijk pas heel laat gekomen op dingen zoals de typemachine. Ik geloof 1970... Toen pas kwam het uitroepteken daadwerkelijk op typemachines terecht. Voorheen als je een uitroepteken wilde doen, deed je eerst een punt en dan een apostrof, zo'n hoge komma. En dan had je alsnog zo van, ja, twee symbolen en dan, ja, dit is een uitroepteken, moet je zelf maar even bij elkaar bedenken. Het was reek later dat uitroepteken daadwerkelijk die kant op kwam. Voor de rest, nu we het toch over het vraagteken hebben, ik moet het toch even zeggen. Er zijn nog twee, vandaag de dag, iedere dag gebruikte vraagtekens. Ik ben benieuwd of je ze kent. Misschien als je ooit een keer Spaans hebt gehad, weet je het nog. De Spanjaarden hebben een omgekeerd vraagteken, die eigenlijk veel beter is dan ons vraagteken. De Spanjaarden gooien niet aan het einde van de zin een vraagteken, van nee, nee. Ze gooien het vraagteken aan het begin van de zin, van hey, wat ik nu ga zeggen is een vraag. Dan kan je er alvast rekening mee houden dat er misschien een keer een antwoord moet komen. In principe is een vraagteken aan het begin van de zin veel logischer dan aan het einde. En dat vraagteken was natuurlijk ondersteboven gedraaid. Aan de andere kant, je hebt ook een vraagteken dat is gespiegeld van ons vraagteken. Ons vraagteken heeft de opening van het vraagteken staat naar de tekst toe. Als je hem omdraait, zoals in het Spaans, staat de opening nog steeds naar de tekst toe.
Er is nog een vraagteken, het gespiegelde vraagteken. En daar staat de opening ook naar de tekst toe. Die wordt namelijk vandaag de dag gebruikt in alle talen die je van rechts naar links leest in plaats van andersom. Hebben ze gewoon, hé, je leest de taal de andere kant op, dan draai je het vraagteken ook om. Ik had daar nooit over nagedacht dat dat een ding is, maar dat is het derde geheime vraagteken. Nou, we gaan er nog veel meer krijgen. Dit zijn dus eigenlijk de leestekens waar we het vandaag de dag jammer genoeg mee moeten doen. Maar ik heb dus gevonden een aantal voorstellen uit de geschiedenis die zo goed waren, maar jammer genoeg gewoon verdwenen zijn omdat te weinig mensen ze gebruikten. Ze wilden eigenlijk op een typemachine staan, toen de tijd als iedereen een typemachine, maar ja, als te weinig mensen hem gebruiken is het moeite om een typemachine te maken met een paar extra knopjes, kost een hoop geld. En eigenlijk op die manier zijn een groot deel van deze tekens eigenlijk gestorven. Een van de eerste tekens die werd voorgesteld was een ironieteken. Dat was soms weer het tegen het ondersteboven vraagteken, soms was het weer het gespiegelde vraagteken, soms was het een ondersteboven uitroepteken, wat eigenlijk weer een soort van i is, maar niet helemaal. Dat is een teken om voornamelijk aan te geven, deze zin heeft een soort van tweede laag. Dat kan ironie zijn, maar ook sarcasme. Dat teken is zo fijn vandaag de dag. Ik heb zo vaak op Twitter dat mensen iets tweeten, dat ik dan lees en denk, wauw. Best wel dom, of niet? En dan heb ik toch zoiets van, moet ik even zeggen van, hey, maar heb je hier aan gedacht? En dan zeggen ze, nee, dat was sarcastisch. Dus van, hoe moet ik dat weten? Het is één losse, geïsoleerde zin, met nul context. Hoe moet ik weten dat dit sarcasme is? Ironie teken. Voeg hem toe. Echt fucking handig teken. Het werkt gewoon niet op internet. De enige manier waarop je op internet sarcasme kan gebruiken, is heel veel uitroeptekens, maar dan ook af en toe shift loslaten en ene. Zoals die ene tweet van die kijker die ooit tweette, waardoor de politie aan mijn deur stond, ik ga een aanslag plegen bij de Efteling. Dat was heel veel uitroeptekens en heel veel ene door elkaar. Dat gebruiken we vaak een beetje als een soort sarcastische versie van het uitroepteken. En dan kan je het uitroepteken niet echt spiegelen, aangezien het is een symmetrisch symbool. Maar je snapt, denk ik, mijn punt. Ik vind oprecht het ironieteken een heel handig teken. Het is een beetje begonnen in het jaar 1580, door een aantal Fransozen en Belgen die zeiden, hé, het is een goed idee. En uiteindelijk is het jammer genoeg gestorven. Het volgende teken is ook echt een topper. Het is het twijfelteken. Het is eigenlijk een vraagteken, maar dan een beetje meer vierkantig. En die kun je dus gebruiken als je een statement maakt, maar aan de andere kant... Van, is dat wel zo? Toch, jongens? Toch? Dat is het twijfelteken. Tegenovergestelde is juist het overtuigingsteken. Het is een uitroepteken met een streep met nog een kruis erin. Het is eigenlijk een kruis met een punt eronder. Die kun je juist gebruiken als je iets zegt waar je 100% zeker van bent. Want dit is het beste idee ooit. Als iemand vraagt, hey, ga je vanavond zuipen? Vandaag de dag typ je dan ja in caps lock met 5 uitroeptekens. Dat zou ook gewoon kunnen met 1 teken. Het overtuigingsteken. Voor de rest heb je ook nog het acclamatieteken. Dat zijn eigenlijk 2 uitroeptekens, maar niet gewoon 2 naast elkaar. Ze zijn allebei een beetje naar elkaar toegedraaid. Dus een soort driehoek met een punt aan de onderkant. Dat acclamatieteken. En dat is wanneer je ergens heel enthousiast over bent. Dus ook weer een beetje in de hoek van, ga je vanavond zuipen? Maar natuurlijk. Voor de rest heb je nog 1 teken, dat is gewoon hartstikke schattig. Dat is het liefdesteken. Je pakt een vraagteken, spiegelt hem en je plakt deze 2 tegen elkaar. Als je 2 vraagtekens tegen elkaar aanplakt en in één spiegelt, dan krijg je eigenlijk een soort van hartje gemaakt van vraagtekens. Deze kun je gebruiken wanneer je iets zegt wat heel veel emotie bij je opbrengt. Het kan ook gewoon een gevoel zijn van nostalgie, van oh, vroeger was alles beter, hartje vraagteken, shizzle, yeah. Dit zijn dus allemaal tekens die in... Het probleem is vooral dat ten eerste, je kan ze niet makkelijk maken op de computer, want je moet er echt 100 toetsen inrammen. En je kan ze op heel veel computers niet maken. Heel veel moderne lettertypes hebben deze tekens niet. En zoals ze dus vroeger niet op de typemachine stonden, is nu het feit dat je ze letterlijk niet kan maken op de computer een heel groot probleem. Laten we alle computers omzetten naar een lettertype waar ze bestaan. En zelfs dan moet je iedere keer weer googlen. Ik heb het al met het euroteken. Ik weet nooit, maar ook nooit op mijn toetsenbord hoe ik een euroteken maak. Iedere keer weer euroteken googlen. En dan leggen ze het uit. Van, oh, je moet shift alt nog iets doen. En ik denk, nee, ik copy-paste hem wel weer gewoon. Iedere dag. Waarom de fuck staat er een dollarteken op mijn toetsenbord? Ik heb nog geprobeerd uit te zoeken. Hoe verander ik dollarteken in euroteken? Het was te veel moeite. Fuck die shit. Ik kan hem haast gaan bladwijzeren. Gewoon euroteken. Boom, dat ik hem meteen kan pakken. Want ik gebruik vaak eurotekens de hele dag lang. Je moet ze weten. dus daar lopen we eigenlijk al een beetje op vast.
Eén symbool waar ik echt heel enthousiast over was en die eigenlijk deze hele video gestart heeft, is de Interrobang. De Interrobang is het leesteken van YouTube. Zoveel titels met vraagteken, uitroepteken, vraagteken, uitroepteken, vraagteken, uitroepteken. De Interrobang is het kindje van het vraagteken en het uitroepteken. Je pakt gewoon je vraagteken, uitroepteken, schuift ze ineens. Eigenlijk gewoon een vraagteken met een streep zo patsen erheen. Ik vind vooral de naam van de Interrobang erg leuk. Intero komt natuurlijk bijvoorbeeld van woorden zoals interrogate, interare, waarschijnlijk iets in die richting Latijn-Frans. En dat betekent natuurlijk ondervragen. En de bang komt uit de wereld van het typen. In de wereld van het typen zeggen ze niet een exclamation point, wat een uitroepteken is. Nee, nee. Ze zeggen gewoon je einde de zin, pat, met een bang, met een uitroepteken. Dus een bang is eigenlijk een ander woord voor een uitroepteken. Dus je hebt een vragend uitroepteken. Intero, bang. Er waren wat andere alternatieven voor deze naam, zoals quiz ding. Quiz als in ondervragen weer en ding als in poep, uitroeptekentje. En ik vind deze echt leuk, de exclama quest. Exclama als in exclamation point en quest als in question mark. Je gooit een exclamation point en question mark bij elkaar, pas de exclama quest. Dat is eigenlijk de Interrobang. Die is in het jaar 1962 verzonnen door Martin K. Spector. En hij was er heel serieus over. Het was gewoon een hele serieuze, hooggeleerde man die opeens zei... Waarom hebben we niet gewoon een vraagteken en een uitroepteken in één? Toen de tijd was het best wel een dingetje. En had je dus het probleem met de typemachines. Dat je moest extra betalen voor een typemachine met dat dingetje erop. En toen is hij eigenlijk redelijk uitgestorven. Maar de Interrobang... leeft voort. Dat is echt, als er een leesteken is die een kans maakt, waar ik nu mijn geld op in zou willen zetten, is het de Interrobang. Ik geloof dat een aantal bibliotheken het als logo gebruiken. Pearson, wat echt de grootste studieboekenmaker is, die heeft de Interrobang als hun logo. Het is een soort nerdcultuur dingetje, dat sommige nerds iedere dag weer, in plaats van vraagteken, uitroepteken, gaan ze helemaal de moeite doen om de Interrobang te pakken en hem te gebruiken. En ik wil het ook gewoon aan jullie vragen, als je ooit nog een keer vraagteken, uitroepteken gebruikt, gebruik de Interrobang. Gebruik het in je verslag. Het is een erkend leesteken. Het mag. En het leuke is, het brengt mensen in de war omdat het niet populair is. Op het moment dat jij een vraagteken en uitroepteken ineens smijt, dan denken ze dat het een soort drukfout is. Dat ze opeens bij je printen, niet uitprinten, in één keer in elkaar geschoven zijn. Ik geloof dat het ook is opgenomen in de Amerikaanse grondwet, of in ieder geval ergens een webboek. Omdat er ook een gast was die daarmee bezig was, die ook stiekem heel erg fan was van de Interrobang. Eentje naar binnen gesneakt. Best wel een vet ding. Voor de rest is er natuurlijk ook, niet te vergeten, de inverted Interrobang. De omgedraaide Interrobang. Voor... de Spanjaarden, die natuurlijk het vraagteken omdraaien aan het begin van de zin zetten, dan is er natuurlijk ook een omgedraaide Interrobang. Voor de rest is er ook nog wel een leuke, dat is het handig teken dat we zouden kunnen gebruiken, is het retorische vraagteken. Er is hier geen symbool voor, dus we kunnen gewoon even nadenken. We hebben best wel vaak retorische vragen zoals, waarom niet? Wat kan er allemaal misgaan? Dat zijn allemaal vragen die een beetje, ja, je verwacht geen antwoord. De definitie van een retorische vraag, toch? Ik zat te denken, we kunnen een vraagteken doen met twee puntjes aan de onderkant. We kunnen een smiley tekenen. In zeg maar de golf van het, gewoon zo'n puntje, puntje, smiley. Of, dat is best wel een leuke. Gewoon dubbele punt onder het vraagteken en daar dan zo een mondje onder. Voor het retorische vraagteken. Je hebt ook een teken, heet de Sark Mark. De Sark Mark is een sarcasm mark. Is een soort raar symbool voor sarcasme. Ziet er heel raar uit. Ga ik niet eens uitleggen. Je hebt ook als grapje naar de Sark Mark de Snark Mark. De Snark Mark is eigenlijk wanneer je een snarky reactie maakt. Een beetje bitchy bent. Dan kun je de Snark Mark gebruiken. Laat er een beetje zien dat je niet helemaal serieus genomen wil worden. En natuurlijk, waarom hebben we hier niet aan gedacht? In plaats van natuurlijk, wat ik dus zei, het vraagteken en het uitroepteken zijn een beetje gebaseerd op de punt. Waarom geen komma? Waarom niet een streep met een komma eronder? Of gewoon het vraagtekenlusje met een komma eronder? Dat je een uitroepteken kan gooien of een vraagteken zonder meteen definitief een einde te maken aan je zin. Ik zou willen zeggen, alsjeblieft, denk na over de toekomst. Denk na over onze kinderen.
klimaatverandering, maar denk ook vooral na over leestekens. Want jij en ik, alles wat we willen op deze wereld is elkaar begrijpen. En als we dat een klein beetje makkelijker kunnen maken, is dat een grote winst voor de maatschappij. Ik ga livestreamen. Kom kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Ik vind het best wel geinig om af en toe iets wat andere video's te maken. Hopelijk heb je vandaag iets geleerd. En zo niet, dan ben je best slimme gozer. Even kijken. Doei! Hey!